251 TV Sport is op bezoek bij Odin 59 op Sportpark Assenburg voor een pro-camp. Wat is pro-camp? Pro-camp is een professioneel kamp waarin wij 20 uur trainen deze week, zoals de echte professionals dat ook doen. Waarbij we letten op sportiviteit, we letten op techniek, we letten op inzicht en we letten op een stukje plezier. Dus ook wel een beetje persoonlijkheid. Hoe leuk kan jij het maken met de andere kinderen? Voor welke leeftijd is het bedoeld? Het is bedoeld voor 6, hier is de jongste ook 6 jaar, tot en met 15 jaar. En daarna hebben we nog eens een extra kamp, dat is dan nog voor jongens van 16 tot en met 18 jaar. Is het alleen voor jongens? Het is niet alleen voor jongens. Toevallig heb ik vorige week een meidenkamp gedraaid, dat was in Zeist, waar alleen maar meiden waren. Hier komt het ook nog wel eens voor dat de meiden gemixt zijn. Helaas is dat deze week niet het geval, maar ook meiden zijn van harte welkom. Je zei 5 dagen, hoe ziet de dag eruit? We beginnen om rond een uurtje of 8:30 maken wij de kinderen wakker. Dan gaan we nog geen kwartiertje later gaan wij ontbijten. Rond een uurtje of 10 beginnen wij met trainen en dat trainen wij tot 12 uur. Van 12 tot 1 hebben wij lunch en van 1 tot 2 hebben wij animatie. En dan om 2 uur tot 4 uur gaan wij weer trainen en dan zit de dag er alweer op. Wat was de animatie voor vandaag? De animatie voor vandaag was de bingo, ook wel de super bingo bij ons, waarbij we veel prijzen weggeven en het voor de kinderen hartstikke leuk maken om hun rust te pakken op die manier. En dat vinden ze altijd hartstikke leuk om bij ons te doen. We zagen net een soort training met muziek. Ja, training met muziek. Wij trainen deze week basistechnieken. Uiteindelijk komen op vrijdag de ouders kijken om te zien wat de kinderen geleerd hebben en geven wij een soort showtje voor de ouders weg. Dit vinden de kinderen fantastisch, zodat ze hun ouders trots kunnen maken. En voor de trainers is het ook hartstikke leuk om hier creatief mee te zijn. Mark, hoe is het om trainer te zijn bij ProCamp? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je doet wat je echt leuk vindt, hè? Ik ben in het dagelijks leven ook gewoon echt 4 avonden in de week op voetbalveld in het dorp. Ja, en om dan nu gewoon in je vakantie eigenlijk gewoon dit te doen. Je leert er heel veel van, hè? En dan neem je allemaal mee in het nieuwe voetbalseizoen. Dus dat is gewoon top. Jullie werken volgens een speciale trainingsmethode? Ja, volgens de STIP-methode. De S van snelheid, de T van techniek en de I van inzicht, onder andere. Nou, die snelheid, hè, dat is gewoon dat je sneller leert voetballen, sneller leert denken. Je moet altijd 2 of 3 stappen vooruit denken. Dat zie je bijvoorbeeld, om maar een grote club te noemen, Barcelona. Hè. Dat gaat allemaal zo snel. Nou ja, en dat gaan wij natuurlijk hier niet bereiken, maar je gaat het wel proberen zo ver mogelijk te ontwikkelen. Nou, met de T van techniek, we zijn echt heel veel met techniek bezig. Die leer je vooral als je een jaar of 7, 8 bent. Dus vooral bij de jongsten is dat heel belangrijk. Die doen nog meer techniek dan de ouderen. En dan leer je juist die fijne motoriek. Hè. En dan kun je heel goed, op de jonge leeftijd kun je heel goed ontwikkelen. Vooral qua techniek. En als jij op jonge leeftijd al goede techniek hebt, dan ga jij, als je net wat ouder bent, steeds een hoger niveau spelen. En dan kun je ontwikkelen. Want je moet op een zo hoog mogelijk niveau spelen om te ontwikkelen. Ja, en je proberen met, we spelen heel veel partijspellen. Dan is zowel snelheid belangrijk. Techniek is belangrijk, maar inzicht is misschien nog wel het belangrijkste. Hè? Want je speelt, nou, zoals je hier kunt zien, spelen we de 1-1, de wordt tegen 2-2. Hey jongens, jullie hebben jezelf opgegeven voor het pro-camp voetbal. En slapen hier in het kasteel, hoe is dat? Nou, het is wel een unieke ervaring. Het is zeker iets wat aan te raden is, ja. En jij, hoe vind jij het? Ik vind het erg leuk en ik vind het heel erg leuk dat we leuke animaties doen en spelletjes. En dat ik nieuwe vrienden maak. Denk je dat het goed is voor de teambuilding? Ja, dat denk ik wel. Waarom? Omdat je als een team werkt. Dat is belangrijk. Ja. Heb je al veel geleerd? Nee, maar dat komt omdat ik al voorgaande jaren hier ook ben geweest. Dus. Je bent ervaren? Ja, precies. Zo kan je het wel stellen. En hoe gaat de training tot nu toe? Goed. Het is ook heel erg leuk. We doen allemaal ook leuke spelletjes en doen soms partijtjes. Je bent al een paar dagen met ze bezig. Heb je al wat talentjes gezien? Absoluut. Ik draai nu mijn 4e week, denk ik. En het niveau is gewoon goed. Beter dan ik verwacht had zelfs. Je hebt net een oefening gedaan. Hoe ging die? Goed, maar ik ben nog niet de snelste. Nee? Dat vond ik wel jammer. Want er is iemand anders sneller. Ik hoorde wel de coach zeggen dat je wel iets sneller was dan daarnet, hè? Ja. Dat zeker, maar Sam die is nu de snelste, dus nog even doorgaan. Hoe vind je ProCamp? Heel leuk. Ja, want je kan van alles doen, voetballen, maar ik heb wel nu een beetje blaren en een beetje spierpijn. Ben je al hier vaker in de Heemskerk geweest? Nee, 1 keer in Zeist en nu hier. Wat vind je leuker? Hier. Hoe lang doen jullie het al, ProCamp?
We bestaan sinds dit jaar 10 jaar. We hebben onze verjaardag, om het zo maar te zeggen. Dus dit is alweer het 10e jaar dat wij dit doen. Heb je nog meer programs dit seizoen? Ik heb er nog eentje volgende week in Haarlem. En dan zitten mijn 6 weken er alweer op. Dus ik heb er zin in. We moeten wel fit blijven. Maar er komt nog 1 topweek aan. Als de muziek wegvalt, dan is het baal. Dan moet het nu. Iedereen heeft nog meegrijpen. Heel goed. Applaus voor jezelf, jongens.